podcastaflevering en deze week wil ik het met je hebben in deze podcast over concurrentie. En dat is zo'n prachtig onderwerp, want bestaat concurrentie nou wel of bestaat concurrentie nou niet? In het verleden zou ik je namelijk zeggen, nee, concurrentie bestaat niet. En veel spirituele ondernemers met mij zouden je denk ik datzelfde antwoord geven. Van nee, concurrentie bestaat niet, dat is er niet en er is genoeg voor iedereen. Het doet er niet toe wat alle mensen om je heen doen en het gaat er alleen maar om wat jij doet. En ergens zit daar misschien ook wel een kern van waarheid in, maar dat concurrentie niet bestaat, dat is niet waar. En daar kom ik op terug. Want eerder dacht ik dat dus ook, of vond ik dat ook. Maar ik moet zeggen, mijn mening daarover is veranderd en concurrentie bestaat wel degelijk. En het is ook een heel belangrijk gegeven waar je wat mee moet. Want concurrentie is er. Hè? Stel, jij bent opruimcoach. Ik heb toevallig een hele leuke klant die is opruimcoach. En je bent niet de enige in Nederland en waarschijnlijk ook niet in jouw regio. Er zijn misschien nog wel tientallen of misschien nog wel honderden anderen. Ik ben strateeg, business coach mag je het noemen. En in Nederland schieten die als paddenstoelen uit de grond. En er zijn duizenden business coaches. Voor mij zijn er 10 anderen. Dus concurrentie bestaat wel degelijk. Wat alleen niet concurrerend is, dat ben jij zelf als persoon. Dus er is niemand zoals ik met mijn precieze achtergrond, met mijn precieze verhaal, met mijn precieze levenservaring of opvatting of werkervaring. Daarin is iedereen uniek. Maar dat er veel meer anderen zijn die soortgelijke aanpak hebben als ik, die jou op ook een goede manier in je business kunnen helpen als ik, of in het geval van de opruimcoach, die jou ook kunnen helpen om je huis te organiseren en op te ruimen. Ja, die zijn er ook en die zijn misschien wel net zo goed. En daarom is het heel belangrijk om je wel bewust te zijn van het feit dat er zeker wel concurrentie is. We opereren allemaal als coach, als consultant, als adviseur, als therapeut in een hele volle markt. Er zijn duizenden yoga-docenten, holistische therapeuten, masseurs, tekstschrijvers, copywriters, tekstschrijvers, marketeers, loopbaancoaches, diëtisten. Er zijn er genoeg van. Er is meer dan genoeg. Dus waarom jij? En dat is zo belangrijk om dat te gaan ontdekken of te gaan onderzoeken als je dat nog niet weet. En heel even terug naar het begrip concurrentie en ik denk ook de verwarring die er misschien bij mijzelf ook was, maar die er denk ik vaak is over het feit dat er geen concurrentie is of dat dat gezegd wordt, is denk ik de verwarring met het woord overvloed. Want daar geloof ik nou wel weer heilig in, dat overvloed is er wel voor iedereen. Dus ook al zijn er tig coaches zoals jij, zijn er tig diëtisten zoals jij, er is genoeg voor iedereen. Daar geloof ik in. Mits je je wel op een goede manier kunt positioneren en je je kunt onderscheiden in die volle markt tussen al die anderen. En daar komt wel een klein beetje strategisch denkwerk of misschien een beetje graafwerk bij kijken. Maar als je dat goed doet, dan is er echt overvloed voor iedereen. Is er genoeg voor iedereen? Is de taart groot genoeg? Daar geloof ik in. Als ik in mijn eigen werkveld kijk, ik ben goed bevriend met een aantal andere business coaches of strategen die allemaal ook een ontzettend mooie business hebben en hele goede omzetten draaien. En daartussen voel ik nooit concurrentie of in ieder geval tekort, laat ik dat zeggen. Geen tekort tussen
oh jee, als jij weer nieuwe klanten hebt, dan is dat voor mij een probleem, want wie weet is er niet genoeg. Daar geloof ik niet in. Er is publiek voor iedereen en het gaat ook heel erg over de persoonlijke klik die je voelt met iemand. Dus je wordt klant bij de opruimcoach of de diëtist waar je je fijn bij voelt, waar je misschien iets gemeenschappelijks ook mee hebt en waarvan je weet dat die goed is in zijn vak, natuurlijk, niet te vergeten. En dan komen we ook meteen op dat stukje jezelf kunnen onderscheiden en jezelf positioneren in die volle markt. Want wij allemaal als coach of therapeut of tekstschrijver of fotograaf, we hebben allemaal een luxe product. He, dus ik zeg altijd, niemand van ons verkoopt waterbrood of benzine. Dus er gaat niemand dood, klinkt een beetje heftig, maar er gaat niemand dood zonder onze producten. Dus wat wij bieden is echt een luxe product voor toch ook wel luxe problemen. En daarom is het zo belangrijk dat je je marketing en je boodschap zo helder krijgt. En om je te kunnen onderscheiden, dus om jouw plek tussen die concurrentie te kunnen pakken, is het heel belangrijk om goed van jezelf een aantal dingen te weten waarin jij bent. En dat is natuurlijk je persoonlijkheid, hè? Want er is niemand die ook Siska heet, die ook uit Veenendaal komt, die ook een stylingopleiding heeft gedaan naast haar werk als marketeer en die ook heeft gedanst totdat ze 21 was en een zus heeft die Anouk heet. Dus daarin ben ik altijd uniek. Hè? Mijn eigen karaktertrekken, mijn opvattingen, mijn gekkigheden als persoon, daarin ben je altijd eigen. En die klik met een ander is altijd ook heel erg iets persoonlijks. Het is ook je energie. Dus wat voor energie straal je uit? Voelt iemand zich fijn bij jou? Is er vertrouwen? Maar het is ook je verhaal wat je uniek maakt. Dus wat heeft jou bijvoorbeeld doen besluiten om ondernemer te worden? Of wat heeft jou doen besluiten om diëtist te worden? Of om zelf heel veel gewicht te verliezen om of gezonder te gaan eten of gezonder te gaan leven. Wat is er in jouw eigen verhaal geweest? Wat voor achtergrond heb je? Wat heeft dat met je gedaan? Wat voor opvattingen en overtuigingen heb je meegekregen van huis uit? En hoe hebben die je geholpen of misschien juist niet geholpen? Wat heb je daarmee gedaan? Hoe heb je die omgekeerd? Of hoe heb je die in je voordeel kunnen laten werken? Dat stuk, je persoonlijke verhaal is ook een hele belangrijke onderscheidende factor. Want ik zeg dat ook heel vaak tegen mijn klanten. Mensen kopen van mensen. Je bent niet onderscheidend puur meer alleen in wat je doet. Hè? Dus ik ben niet de enige businesscoach in Nederland waardoor ik automatisch klanten krijg. Er zijn er duizenden. Dus ik als mens, als de persoon bij wie je een dienst afneemt, ben de onderscheidende factor of een deel daarvan. Dus mensen die bij mij komen voelen bij mij een fijne klik of hebben een aantal gemeenschappelijke dingen. Dus ik krijg bijvoorbeeld, heel grappig, heel vaak klanten die uit Veenendaal of uit de buurt van Veenendaal komen. Dus die zeggen, oh, ik kom ook uit die regio. Ik woon bij Arnhem in de buurt of ik woon in Elst, dat is een klein dorpje naast Veenendaal. Of ik heb... Laatst had ik zelfs een klant die op dezelfde middelbare school heeft gezeten als ik. Al zat zij daar een paar jaar eerder op. Dus het is heel grappig hoe dat soort dingen ook zorgen voor je onderscheidende vermogen. En daardoor dus ook voor die klik met een klant. En wat ook zorgt uiteindelijk voor die goede match. Andere factor van je onderscheidende vermogen is ook je ervaring. Dus wat heb jij gedaan voordat jij ofwel ondernemer bent geworden? Hè? Ik ben bijvoorbeeld mijn carrière begonnen in loondienst. Ik heb jarenlang bij CNA gewerkt en daarna bij een zusterbedrijf. Ik ben niet begonnen als ondernemer. Ik kom ook niet uit een ondernemersgezin. Maar ik heb jaren in de marketing gewerkt, bijvoorbeeld. En daarna in de learning and development. Dus de ontwikkeling van jonge high potentials. Dus ik heb gewerkt aan de leiderschapsontwikkeling. Beide zijn factoren of zijn vakgebieden waar ik nu in mijn bedrijf nog steeds heel erg veel mee doe. Ook al is het in een totaal andere context. Dus ook voor jou, ga eens na
Wat voor werkervaring of levenservaring, kan ook relevant zijn, heb jij wat je meebrengt? En ook dat is belangrijk om te gebruiken om je te onderscheiden. Misschien heb je wel hele bijzondere projecten gedraaid toen je in loondienst was. Of misschien kom je uit een familie waar wel heel veel werd ondernomen. En heb je daar het vak afgekeken en heb je vanaf je 13e bij je vader meegedraaid in de zaak. En neem je die ervaring mee. Kan ook. Wat het ook is, kijk eens bij jezelf welke ervaring neem ik mee naar aan tafel. En welke ervaring is in die zin ook relevant voor wat ik nu doe. Of, wat ook interessant is om eens te kijken, kan ik bepaalde ervaring en kennis, bepaalde vakgebieden, nu verweven in wat ik nu doe, waardoor mijn aanbod en mijn aanpak sterker wordt, completer wordt en misschien daarmee ook onderscheidender wordt. Dus kijk daar ook eens naar. Ik merk vaak zelf dat, ook uit eigen ervaring, dat toen ik voor mijzelf begon, dat ik heel erg me aan het afzetten was tegen alles van het verleden. Ik wilde dat allemaal niet meer en ik wilde heel erg afstand doen van eigenlijk alles wat ik tot dan toe heb gedaan. En ik merkte na een tijdje in mijn eigen bedrijf dat ik juist al die ervaring kon gebruiken en mocht samenbrengen. En dat dat ervoor zorgde dat ik juist zo goed was in het begeleiden van anderen. Juist die ervaring en alles wat ik daarvoor had gedaan kwam juist heel erg mooi samen. Dus ik had het nodig in plaats van dat ik daar allemaal afscheid van moest nemen. Dus kijk ook eens bij jezelf. Zijn er dingen uit mijn eigen werkervaring of levenservaring die ik altijd heel erg weg wilde duwen of waar ik afscheid van wilde nemen? Wat misschien wel een hele mooie versterking is op wat ik nu doe, op mijn aanpak. Daarmee komen we meteen ook op die volgende, want een heel belangrijk onderdeel natuurlijk ook van je onderscheidende vermogen en waarmee je mensen direct kunt triggeren of de aandacht kunt pakken is, wat is jouw visie, wat is jouw aanpak? Dus als je diëtist bent, waar geloof jij in? Geloof jij in afvallen door middel van capsules? Of geloof jij in afvallen door middel van anders te gaan eten? Of geloof jij in afvallen door mentaal een aantal dingen te veranderen in iemands overtuigingen en in iemands blauwdruk? Ik had afgelopen voorjaar bijvoorbeeld een klant die op een hele mooie manier naar het mentale aspect keek en die geloofde dat daar juist de sleutel zit in het afvallen. Dus wat is jouw visie? Waar geloof je in? Waar geloof je niet in? En wat is jouw aanpak? En durf daarin echt je standpunt in te nemen. En dat zeg ik altijd ook echt tegen mijn klanten. Is wees niet grijs. Hè? Dus wees niet te gematigd, gemiddeld, te lief, te leuk. Wees niet bang om mensen af te stoten of om een afwijkende mening te hebben. Juist je standpunt innemen. Juist je durven uitspreken, ook al weet je dat daardoor mensen misschien zullen afhaken en denken, oh, daar ben ik het totaal niet mee eens. Wees blij, dat zijn niet jouw klanten, maar er zijn ook mensen die juist zeggen, wow, zo heb ik het misschien nog nooit bekeken, maar inderdaad, wat interessant wat je zegt, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Of mensen die alleen zeggen, goh, je zet me aan het denken. En dat gebeurt er wanneer je veel meer je eigen geluid, je eigen visie durft te delen en echt je standpunt in gaat nemen. Daarmee zullen de verkeerde mensen afhaken, maar de juiste mensen juist heel erg aangaan op jou. En ook dat is super belangrijk om je te kunnen onderscheiden in die volle markt. En een heel mooi voorbeeld daarvan, ik denk inmiddels al wel 2 jaar geleden of misschien 1,5 jaar geleden een klant in een van mijn programma's. En toen we het hierover hadden, hè, over je positioneren, je onderscheiden. Ze zei, ja, ik merk eigenlijk dat ik nog te algemeen blijf, te veel op de oppervlakte. En dat ik eigenlijk niet echt zeg wat ik wil zeggen of wat ik vind. Ik moet daarin wel wat scherper zijn. En ik geloof echt ook dat scherper zijn een enorme katalysator voor je omzet kan zijn. Dat is ze toen gaan doen. Zij was vooral actief op LinkedIn. Ze is toen gaan content gaan schrijven
waarin ze echt heel erg bold durfde te zijn, dus heel erg uitgesproken durfde te zijn, echt durfde te zeggen wat ze vond en daarmee dus ook een aantal mensen afstoten. En ik weet nog dat haar bereik ook door haar content, nou, die ging echt binnen een paar weken ging echt door het dak van echt een paar honderd tot misschien 1500 views naar meer dan 40.000 views alleen al van een enkele post die ze deed. En daaruit haalde ze, volgens mij, als ik het goed zeg, waren het 8 klanten of misschien nog meer puur en alleen uit die paar weken aan content posten of uit 1 post waar ze 8 klanten uithaalde. Dus dat is echt zo belangrijk. En zo zie je maar wel, concurrentie bestaat wel. Maar wanneer jij echt jouw visie durft te delen, je durft uit te spreken, is het opeens veel minder relevant. Omdat jij, jouw doelgroep, de mensen die zich in jou kunnen vinden, die jou kunnen horen, die jouw standpunt kunnen pakken, begrijpen, daar iets bij voelen, die zullen op jou aanhaken. En dan is concurrentie opeens niet meer zo'n relevant onderwerp of iets waar je heel erg zorgen over moet maken. Dus dat wilde ik toch even bij je neerleggen over concurrentie. Het bestaat en het is gewoon heel erg belangrijk om je daar bewust van te zijn. Waarom kiezen mensen voor mij? Of waarom kiezen mensen nu nog niet voor mij? Dus als het voor jou lastig is om mensen voor jou te laten kiezen, check dan eens bij jezelf al deze dingen die we nu hebben besproken. Deel ik mijn visie? Deel ik waar ik in geloof? Deel ik ook wie ik ben, mijn achtergrond, mijn persoonlijkheid, mijn ervaring? Komt dat genoeg tot zijn recht? Deel ik mijn eigen proces, mijn eigen transformatie, zodat mensen iets bij mij kunnen voelen? Hè? Een koopproces, koopbesluit is iets emotioneels, niet alleen maar iets rationeels. En ben ik daarin duidelijk scherp genoeg? Durf ik mezelf echt op een bepaalde manier neer te zetten? Of ben ik nog vooral bezig met leuk, lief en aardig gevonden te worden? Daar ga ik je bij laten. Nog even een kleine praktische. Mocht je dit luisteren en je bent startende ondernemer en je hebt geen zin om 3 jaar lang in die startersfase te blijven hangen en 3 jaar lang te doen over je bedrijf van de grond krijgen, 22 en 23 november geef ik een gratis masterclass, een vliegende start met je bedrijf. En daarin ga ik je meenemen in wat je kunt doen om echt snel je bedrijf van de grond te krijgen en je eerste klanten en omzet te gaan draaien. En het vooral simpel houden met de juiste focus. En mocht je verder zijn en wil je opschalen in je bedrijf, wil je een mooie omzet draaien einde van dit jaar en volgend jaar, wil je naar die ton omzet en way beyond, en je wil minder hard hoeven werken, je wil dat mensen naar jou toe gaan komen in plaats van dat jij mensen moet gaan chasen om klant te worden, stuur me dan even een berichtje en dan wie weet is er nog een plek voor jou om 1-op-1 met mij daaraan te gaan werken en te zorgen dat jij echt jouw toonaangevende geluid gaat laten horen in de markt, waardoor jij een enorme aantrekkingskracht krijgt op de juiste, leukste klanten. Stuur me dan even een berichtje en dan gaan we eventjes in gesprek. Een hele fijne dag, nacht, avond, middag, wanneer je dit ook luistert. En ik spreek je in de volgende.